Welkom bij de 8e aflevering van het Beeld van Enschede. Vandaag zijn we te gast bij 3 galeries die in het teken staan van de fotografie. Namelijk Galerie Objectief, Beeld en Aanbeeld en Broekhuis. Welkom hier in Galerie Broekhuis ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Galerie Objectief. Vandaag hier een tentoonstelling van Eddy van Wessel en Vincent Mensel. Jan Gele, u bent voorzitter, hè, van Galerie Objectief. Ja, daar ben ik al een jaar of 3, met veel plezier hoor. Ja, het is een heel interessante bezigheid. Je ontmoet allerlei interessante mensen, veel goede fotografen. En je werkt met vrijwilligers. En dat zijn heel enthousiaste mensen, want zonder die vrijwilligers zou het allemaal niet lopen. Maar 25 jaar, dat is nogal een eind. Ja, toen waren wij nog jong, hè, 25 jaar geleden. In het begin was ik er natuurlijk niet bij. Toen was dat vooral Donny Scholten die de start heeft gemaakt. En de laatste jaren zit ik er dan mee. Ja, want we kennen de Galerie Objectief van de Walstraat. Maar was het ook in het begin al in de Walstraat? Het is altijd daar geweest, ja. Oorspronkelijk zat Marta daar met haar beeld en aanbeeld. Marta Haverman, ja. Marta Haverman. En die is toen naar haar huidige pand gegaan. En toen zijn wij daarin getrokken. En jullie zijn nog steeds een beetje buurman en buurvrouw, hè? Ja, zeker. Ja, we hebben hele leuke buren, want we hebben het Vestzaktheater, we hebben de Tor, het is allemaal vlakbij. Ja. En wat is er nou vandaag hier te zien? Vandaag zien we hier een expositie van foto's van Vincent Mensel, de oude NRC-fotograaf. En we zien foto's van Eddy van Wessel, een man die oorlogsfotografie doet of rampenfotografie. En dat zijn twee een beetje tegengestelde gebieden bijna. Die van Mensel zijn nogal beschouwend. Die van Wessel die zijn heel agressief en aangrijpend eigenlijk. Ja, ja. En naast mij staat nu opeens Rob ten Tusser. En jouw rol is te zorgen dat er bepaalde fotografen wel en bepaalde fotografen niet mogen exposeren. Hè? Dat klopt, maar wel met een andere hoor. Dat doe ik gelukkig niet alleen. Maar ja, daar komt het wel op neer. En dat is ook in Galerie Objectief ben je daar verantwoordelijk voor? Ja, ik ben expositiecoördinator van de galerie. Ja. En waar kijk je dan bijvoorbeeld naar als je fotografen uitzoekt? Een algemeen uitgangspunt wat we hebben bij de galerie is dat we een hele sterke voorkeur hebben voor themagerichte exposities. Dus niet allerlei mooie plaatjes van allerlei verschillende onderwerpen, waar met name in de vrije tijdsfotografie men heel erg veel mee bezig is. Maar met name zeer geanceneerde fotografen die een bepaald idee hebben en dat in een beeldverhaal willen laten zien, die komen dus wat dat betreft al in de buurt van het thema wat wij zoeken. En dan kijk je natuurlijk nog naar de kwaliteit van het beeld. Het punt is, heel veel mensen vragen bij ons aan om te mogen exposeren, maar soms nemen we de vrijheid om zelf, omdat het die toevallig raakt, om die uit te nodigen. Ja. En dat was dus het geval met Eddy van Wessel. Nu is het zo dat voor die 25 jaar Marta Haverman ook al in haar galerie fotografie deed. En toen ik met haar in gesprek was, meldde ze dus van ja, ik heb nog wel contact met die fotografen die ik vroeger even vertegenwoordigde. Laten we eens contact opnemen. En zo is het gekomen. Ja. Naast mij Marta Haverman. En ja, jij bent hier het gezicht van Beeld en Aanbeeld. Nou, dat kun je zeggen. Het heeft ook nog een ander gezicht hoor. Dat is het aanbeeld, dat weet je. Dat is Karel. Wie is het aanbeeld? Dat Karel. Karel. Ja. Wat leuk dat jij hier aan meedoet. Nou, eigenlijk is het heel erg logisch, moet ik zeggen. Punt 1 doen wij eigenlijk aan alles mee wat over samenwerken gaat. Maar punt 2 is de fotogalerie Objectief. Dat was onze vroegere galerie. Daar zijn wij ooit gestart. En wij zijn daar gestart bijvoorbeeld met de tentoonstelling van Paul de Hollander, wat je hier achter ziet.
en Paul de Nooijer, wat je aan de overkant ziet, dat waren in 1982 fotografen in onze galerie. Ja, jij bent eigenlijk een van de initiatiefnemers dan eigenlijk van Galerie Objectief. Als je het over de Walstraat hebt, gaat over Jazzcafé, was ik ook. En daar ook. Ik bedoel, ik ben hier gewoon niet weg te krijgen. Nou, is ook goed hoor. Je bent een blieverty, zoals je dat hier zegt. Ja. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, toen zei ik tegen Paul den Hollander en Paul de Nooijer, ja jongens, nu moeten jullie dus naar die andere galerie. En dat wilden ze geen van tweeën. Nee, we willen bij jullie blijven. Toen zeiden we, je mag bij ons blijven, maar je krijgt geen tentoonstelling meer. Maar ze bleven toch bij ons, dus we hebben altijd contact gehouden. En nu, met dit jubileum, was dit mijn kans. Ja. Ik dacht, ja, nou doen we fotografie. Dus wie doen we dan? Vanzelfsprekend, Paul de Hollander en Paul de Nooijer. Dus dat was eigenlijk logisch, ja, voor ons gevoel. En galerie Beeld en Aanbeeld is natuurlijk ook... Voor schilderkunst en voor sieraden. En op die twee terreinen hebben we ons ook sterk willen maken. Maar daarnaast doen we nog veel meer. Dat ga ik nou niet zeggen, want dan kom ik er geen snie op tijd. Dankjewel, Marta. Oké, graag gedaan. Ja, en dan maak je zo'n foto van die fietsen. Nou ja. Is het wat? Het zijn niet zomaar fietsen. Ik heb een serie vergeten fietsen. Dat zijn fietsen die al maanden of jaren lang ergens staan. Die zijn ooit achtergelaten door iemand. En ik ben altijd benieuwd wat er nou... Zijn die gejat? Zijn die gestolen? Zijn die gewoon vergeten? Ja, en je probeert met je foto's dat verhaal te vertellen. Ik probeer met de foto een beeld te maken van... Wat voor fiets er nou is, wat zou het kunnen zijn, zou die fiets gestolen zijn? Of gewoon vergeten na een dronken avond? Ja. Heb je meer van dat soort projecten? Ik heb een serie Enschedese snoeken. En snoeken, geen visjes, maar auto's, DS'en. Wat intrigeert je zo aan de foto? Wat een ander niet opvalt. Je hebt mensen die van A naar B lopen en die niks opvallen. Maar voor mij zeiden ze altijd, ja, hem gaat niets. Eigenlijk was ik al fotograaf voordat ik een toestel had. Zo kun je dat eigenlijk wel zien. Dus voordat ik begon met fotograferen, viel mij ook allerlei details al op. Die niet hoorden, die niet pasten. Ja, want ik zie ook bijvoorbeeld dat je bij de tentoonstelling van Corbino rondliep. Ja. En dan ben je zelf ook weer bezig met portretten, hè? Ja. Nou, Corbino, dat is wel... Ik ben al jaren, volg ik hem. Ik ben al jaren fan van Corbino. Ook, met name omdat hij ook Hipstamatics maakt. En daar ben ik sinds kort ook mee begonnen. Wat zijn dat voor dingen? Hipstamatic, dat is een appje op de iPhone. Ook voor Android, dat weet ik niet zeker. Een soort camera is dat? Het is een soort camera in camera. Dan kun je dus analoogachtige... portretten maken. Althans, ik maak de portretten mee. En dat wil ik graag meer doen. Maar de moeilijkheid is natuurlijk, je moet mensen hebben. Ja, dus eigenlijk wil je ook wel graag weer mensen uitnodigen. Ik wil graag mensen bij deze uitnodigen. Mensen die graag een portret willen hebben. Kom zo bij, ik stap op de fiets en dan give me a ring. Een foto hoeft voor mij ook niet perfect te zijn of zo. Dat vind ik alleen maar saai. Dus de juiste beeldcompositie en dat soort dingen. Maakt een foto juist saai, vind ik. Ja, je hebt dus wel heel erg eigenzinnige ideeën over fotografie. Ja, ik ben meer van het snapshot-achtige. Dat vind ik leuk. Dat is niet zo perfect. Soms is het autofocus en dan. Maar ja, maakt het juist wel leuk om naar te kijken. En daar gaat het om. Leuk om naar te kijken. Ja, vooral, ja, denk ik wel, ja. Wat een ander niet ziet. Dat fotografeer ik.
Dankjewel. Graag gedaan. Erwin Olaf heeft bij ons gehangen. Erwin Olaf, nou dat is een interessant item eventjes, want nu is natuurlijk net is de munt uitgekomen en de nieuwe euromunt. En hij schijnt nog net een of andere prijs gewonnen te hebben, hoor ik net van een van mijn vriendjes. Ik weet niet welke prijs, maar hij is dus weer in het nieuws, maar een geweldige fotograaf. Als hij ergens in het land exposeert, dan ga ik ook onmiddellijk kijken. Dus Erwin Olaf was ook in Galerie Objectief. Die ging dus met de serie Chess, ik weet niet of hij dat toevallig kent. Ja. Hij heeft allerlei schaakstukken verbeeld in zijn boek met modellen. Ik vind het nog steeds een... staat uiteraard ook in mijn kast. Wist u dat, dames en heren, dat Erwin Olaf ook geëxposeerd heeft in Galerie Objectief? Ja, om deze plek is het allemaal te doen. Galerie Objectief, hier aan de Walstraat. De mensen komen binnen, ze gaan er ook nog weer uit. En zometeen komt hier een boekpresentatie. Dus kom even lekker naar binnen, dan gaan we eventjes kijken. Het is wonderlijk te constateren hoe opmerkelijk deze jubileumtentoonstelling is, waarin wat mij betreft wordt aangetoond dat ondanks de vele nieuwe mogelijkheden er in de manier van kijken, vastleggen en waarnemen, met name in de fotografie, zoveel, maar ook zo weinig veranderd is. De hier gepresenteerde fotografen vertonen door de tijd heen een blijvende klasse. Daar kunnen de kunstenaars en de fotogalerie Objectief bijzonder trots op zijn. Marta, bedankt voor je prachtige woorden. Je doet recht aan de fotograaf en aan het werk wat op de verschillende locaties hangt. En je doet zeker recht aan de Galerie Objectief. Het is mij een eer om jou het eerste exemplaar van het boek wat wij hiervan gemaakt hebben aan te bieden. Het is een boek. Wij denken zelf dat het een geslaagd boek is, maar ik hoor graag jouw oordeel, kritische oordeel zoals altijd. En opbouwende kritiek. Maar als het eerste exemplaar is voor jou. Voor de anderen. Dank je. Ja, dat is eigenlijk wel. Ja, en dan zijn we hier in de Galerie Objectief, waar de tentoonstelling plaatsvindt van Maarten Corbijn, alias Corbino. Goedemiddag. Ja, wat leuk dat jij hier een tentoonstelling hebt. Wat zullen wij hier, wat kunnen we hier zien? Dit is een soort kleine selectie best-of van de laatste 10 jaar, denk ik. Zoiets. Het is... samengesteld door mijn vrouw. Dus die heeft het hier opgehangen. Dus het lijkt me heel mooi. Gisteravond konden de mensen naar het Vestzaaktheater en dan gaf je als Corbino een gesprek of een lezing over je werk. Wat konden de mensen daar zoal aantreffen? Een beetje uitgelegd hoe ik denk dat je dingen of mensen zou moeten benaderen als je wilt fotograferen. Mijn methode van werk heb ik een beetje... toegelicht. Wat is dat dan zoiets? Wat is dan die methode van werken? Ja, je moet in eerste plaats heel goed voorbereid zijn op die dingen. En, hoe doe je dat? Nou, 30 jaar geleden ging ik in het knipselarchief van de Volkskrant zitten. Ja. Tegenwoordig hebben we het internet, dus dat is een zegen. Dus je kunt je kennis heel snel bijspijkeren. In het algemeen ben ik natuurlijk iemand die leest. Ik kijk eigenlijk heel eerlijk gezegd nooit tv. Maar ik lees wel kranten. En dan ga je naar iemand toe of dan ga je naar een situatie toe en dan weet je wat er speelt en dan... Nou ja, ik weet niet van tevoren wat ik ga doen. Mensen denken dat ik een vooropgezet plan heb, maar dat is niet zo. Maar als je goed toegerust bent, kun je goed uit de startblokken komen. Snap je? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Hoe je dan toegerust? Er is niet één methode voor. Nee. Het is en goed voorbereid zijn... En openstaan voor wat toch nog weer anders is, snap je? Maar je weet pas wat accuraat is of ter zake als je van tevoren in de materie hebt verdiept. Dus wat voor afslag ik neem, dat weet ik niet. Maar ik weet wel welke weg ik me bevind. Tot slot de expo-agenda. Tot en met 23 november wordt het 25-jarig jubileum van Galerie Objectief gevierd met de expositie van Maarten Corbijn, beter bekend als Corbino. In de Tetum Kunstruimte is tot en met 1 december de Act of Painting, waar terug wordt gegrepen naar de basis van de schilderkunst. Tot en met 5 januari is er in de Twentse Welle de tentoonstelling over de Twentse kunstkring, met vele nog nooit eerder geëxposeerde werken. Tot en met 20 november exposeert Galerie Beeld en Aanbeeld werken van de fotografen Paul den Hollande en Paul de Nooijen. En in het Rijksmuseum Twente is tot en met 16 maart
werk te zien van Constant Permeke en andere Vlaamse expressionisten. Dit was het beeld van Enschede voor deze week. In de volgende aflevering zijn we te gast bij de Twentse Wellen. Graag tot volgende week.